Hey, ik heb Snake Bay Game. Welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Survival. En ja, vandaag zijn we weer in het Plains Biome, heel ver weg. Want ik wil vandaag wat paarden mee naar huis nemen. Ik heb net dit paard getest. En hij kan best hoog springen. Hij kon 3 blokjes hoog springen. En ik had ook 3,5 geprobeerd, maar dat lukte niet. En hij is best wel snel. Ik geloof ongeveer net zo snel als het paard wat we al hebben, Max. Ja, ik ben op hem hier naartoe gereden. En we gaan er 3 mee naar huis nemen nu. Dus we hebben 4 paarden. Dan kunnen we die met elkaar laten breeden. En dan kijken we wat voor paarden we dan krijgen. Dus deze kan 3 blokjes. Als het goed is. Net kon het wel. Ja. En 3,5 lukt niet. Nee. Dus deze ga ik meenemen. Op een gegeven moment gaan we ze allemaal meenemen. Maar om nou zoveel paarden tegelijkertijd bij je te hebben, dat lijkt me niet zo handig, want dan raak je er misschien een paar kwijt. Dus die nemen we mee. Misschien kunnen we beter even apart zetten. Ik wil het saddle wel even pakken, zodat ik de andere ook kan testen, want ik heb niet zoveel saddles. Ik heb ook een stone axe, omdat ik mijn diamond enchanted axe ben vergeten. En ik was mijn hout ook vergeten, dus ik had even stone axe nodig, dus die doe ik hier. En die gaat hier. Dus hier komen gewoon de paarden die we mee gaan nemen. Dus ik ga even off camera kijken welke 2 paarden ik nog meer mee ga nemen. En dan gaan we straks ze een beetje met elkaar laten breeden. Dus ja, dat wordt hopelijk leuk, denk ik. En dan krijgen we misschien ook wel een goed paard eruit. Oké, dus ik ga nu een beetje kijken welke paarden ik nog meer mee wil nemen. En ja. Dan kunnen jullie ook uiteindelijk suggesties achterlaten voor alle nieuwe paarden die we vinden. Dus ja, dat is leuk denk ik. Suggesties voor de namen bedoel ik dan. Dus ik ga gewoon even testen, kijken welke goed zijn om mee te nemen. En ja, dan ben ik zo terug. Wauw, oké, mensen. Dit moet het langzaamste paard zijn wat ik ooit heb gezien in Minecraft. Dit is gewoon, je kan nog sneller lopen dan dit. En het springen is ook niet echt goed, geloof ik. Nou, wat zijn het? 2,5 blokjes. Even kijken, zijn het überhaupt 2 blokjes? Ja, het zijn 2 blokjes, maar echt veel hoger dan dat wordt het niet. Dus deze kunnen we net zo goed hier laten. Hier hebben we echt niks aan, zo'n langzaam paard. Dus die doe ik even hier buiten het hoek, zeg maar. Oh, daar is nog een lead die ik heb laten vallen. Dus ja, die laten we gewoon lekker hier, want daar kunnen we echt niks mee eigenlijk. En oké, dit volgende horse wat ik test is dan weer een heel snel horse. Dit wordt misschien gewoon ons paard wat we gewoon altijd gaan gebruiken. Deze is gewoon sneller dan Max, geloof ik. En ik kan ook nog een speed potion op hem gooien. En dan wordt hij nog sneller. Maar laten we misschien even kijken. Max was die met die stippen. Oh, deze heeft ook stippen, dat is misschien niet zo handig. Oké, die doe ik even hier. En oké, hier Max met de stippen. Daar is hij. En kijk, dit is Max. Ja, dat is een stuk langzamer. Dus ja, dat paard is gewoon beter dan het beste paard wat we tot nu toe hadden. Dus deze gaan we zeker meenemen. Die laat ik hier lekker staan. Wauw, dat is echt heel snel. Dus die zit hier aan de lead en ja, ik test gewoon verder. Oké, hier hebben we dan een langzaam paard, maar wel met 14 hartjes. Maar ik zoek niet echt een paard met veel hartjes. Ik heb liever gewoon een snelle. Want we kunnen ook instant health potions gebruiken. Dus die zet ik hier. Die gaan we niet meenemen. Oké, dit paard is ook lekker snel. Laten we even kijken hoe goed hij kan springen. En thuis kunnen we natuurlijk een veel preciezere springtest doen. Dat was niet helemaal in het oranje. Ja, dat wel. 3 blokjes. Dus best wel snel. En ja, ook best wel een goede springer. En wat doet deze hier? Dat is het paard dat we niet wilden. En die heb ik blijkbaar per ongeluk losgemaakt. Oké. Ook al is hij al langzaam, wil ik hem toch liever hier houden. Dus ja, deze nemen we ook mee. En dan hebben we er wel 4. Ja, dan hebben we er 4. Dus ik ga met deze paarden terug naar de base. En dan doen we ze allemaal in hun in hun aparte stalletje, zeg maar. En dan kunnen jullie suggesties achterlaten voor de namen. En ik ga denk ik iets doen. Ik ga denk ik het op een manier dat jullie makkelijk kunnen aangeven welk paard
welke naam krijgt. Dus dan noem ik bijvoorbeeld deze part 1, die part 3, het part 2 en dan die part 3. En dat is gewoon max. En dan kunnen jullie namen achterlaten voor part 3. Bijvoorbeeld, misschien heb je een speciale naam voor een snelpaard. Dan weet je tenminste voor wie je hem achter moet laten. Dus ik ga met deze paarden terug naar de base. Misschien laat ik er een soort van montage van zien. Van dat ik ze terugbreng. Dus ja, dan zie ik jullie straks bij de base. Ja, zoals je kunt zien gaan we eigenlijk een beetje te snel. Om de paarden mee te kunnen nemen. Want uiteindelijk gaan die leads dan kapot. Dus ik ga denk ik gewoon maar lopen met de paarden. Of rennen. Ik weet niet. Ja, want ze gingen kapot. En ja, de leads gingen gewoon steeds kapot. En ja, ik heb dus verschillende van deze paarden met hetzelfde patroon. En hoe ga ik nou weten welke Max is en welke die andere? Nou, dus deze twee hebben een zadel. Die ene is Max en die andere is die nog geen naam heeft. Ik weet niet precies welke, maar Max heeft 9 held. En die snelle, die ook dat kleurenpatroon had heeft 8 held, geloof ik. Dus zo kunnen ze voor nu even uit elkaar houden. En zo weet ik ook welke ik in het goede zadeltje moet zetten. Dus ja. En dan is er nog eentje met hetzelfde patroon, maar die heeft nu geen zadel. We gaan de goede kant op, ja. Dus ja, dat was alles wat ik voor nu wou zeggen. Oh! Oh nee. Oké, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. We moeten even... Oh, nee! Ga weg. Ga weg, wauw. Wauw, daar schrok ik van. Ik hoop niet dat er paarden zijn gevallen. Oké, hier zijn ze alle 4. Nee, ik zie er 3. Niet eraf gaan. Oké, kom hier. Waar is die? Oké, daar zie je. Oh, gelukkig. Dat was echt... Stel je voor dat ze mee waren gevallen. Dat zou echt erg zijn. Dan zouden ze misschien wel dood zijn. Dit wordt dus iets gevaarlijker dan ik dacht. En ik dacht, ik had er even niet aan gedacht dat ze zo snel, dat de leads zo snel zouden breken. Dus ja, dit wordt nog spannend. En kijk, de lead is alweer gebroken. Ik moet er trouwens ook echt op letten dat ik ze oppik, als ik ze kan vinden. Maar kijk daar, want ik heb er nog maar 10. En ze gaan snel op met dit tempo. Dus wauw. Oh nee, kom op. Kijk, dit is dus waarom ik misschien geen 4 paarden tegelijk mee had moeten nemen. Oké, het is nu nacht aan het worden en ik ben mijn bed vergeten bij in het Plains Biome. Dus gelukkig zijn hier schapen, want anders zouden we de nacht door moeten komen met al deze paarden. Dat zou echt heel moeilijk zijn. Met allemaal skeletons en zo. Die skeletons schieten ook op die paarden als ze op mij proberen te schieten. Dus ja, dit wordt nog een lange trip. We zijn nu... ik weet echt niet precies welke coördinaten de base is. Maar ja, we moeten in ieder geval nog een heel groot stuk. Kijk, zolang er geen bomen of heuvels zijn, is het geen probleem. Kan je gewoon lekker rennen. En ja, blijf gewoon, kunt ze je gewoon makkelijk bijhouden. Maar als er bomen en heuvels zijn, ja, dan komen er echt problemen. Dan blijven ze overal achterhaken en dan raak je ze gewoon kwijt. Ook een handig trucje is om zo'n F5 te gaan en dan kijk je gewoon naar hoeveel touwen van de leads je ziet. En ik zie er maar 3 nu. Dat is een beetje jammer. Waar is... Oh kijk, die is daar. Oké, goed. Dus ik doe gewoon zo. En dan zie ik 4 draadjes van de leads. En dan weet ik dat ze allemaal nog bij me zijn. Oh. Wel oppakken. Want we raken ze allemaal kwijt. En straks hebben we ze opeens nodig. Maar hebben we ze niet meer. Dus kijk bij dit Ice Plains Biome. Of Ice Mountains. Stond er net. Terwijl er niet echt bergen zijn waar we waren. Ja, hier gaat het echt heel makkelijk. Dus ja, het is niet allemaal zo moeilijk als in het
Tiger Biome en ik ga de verkeerde kant op. Oké. Ik vraag me af hoe lang ik dat al deed. Wacht. Ik moet deze kant op. De Z moet deze kant op. Dichter naar 0. En de X moet ook die kant op. Dus. Ja, deze kant. Oké. Ik was even in de war. Maar het gaat dus best wel goed bij deze platte biomes. Oh nee, dit is echt. Dit is erg. Ik moet ze even hier hebben. Wauw, al die cactussen. Dat verwacht ik niet. Maar hier zijn we bij de Desert Village. Waar we de villagers van onze farm vandaan hebben. Misschien kunnen ze wat weed geven. Kunnen dat überhaupt doen? Misschien. Oh ja, ik geloof dat je ze alleen weed kan geven als ze het nodig hebben. Als ze damage hebben. Dus ja, kijk, deze heeft damage. Oké. Nou, is weer iets beter. Wacht, kunnen we. Oké, die is vol. Die is vol, oké. Dus ik denk dat het wel goed is. Maar dat was even riskant en dom van mij. Want ik zat gewoon in F5. En dan vind ik het altijd zo moeilijk om te kunnen bewegen en zo. En om echt dingen te kunnen doen. Dus ja, hopelijk gebeurt dat niet meer. Ik ben eigenlijk best blij dat ik deze brug nu heb. Het is ook nu handig met de paarden. Dus ja, nu ben ik bij de schapenfarm. We zijn er dus echt bijna. Dus ja, dat was een moeilijke tocht. Dat duurde echt wel even. Ik pak het bed alvast. Ook hebben we daar ook een bed. Dat was echt moeilijk. De volgende keer... Ja, kijk, dit ga ik nooit meer doen. De volgende keer, als ik meer paarden mee wil nemen, ga ik ze gewoon één voor één doen. Dat kan veel makkelijker. Ja, dit is echt niet te doen eigenlijk. Oké, ik zet ze hier even neer voor nu. Oké. Daar, oké. Dan ga ik even slapen. Oeps. Ja, daar. Oké. Dus we zijn er echt bijna. Het is gelukkig gelukt. Zonder dat de paarden dood zijn gegaan of kwijtgeraakt. Dus ja, daar ben ik dan wel blij mee. Oh, en hier komt een skeleton op het slechtste moment. Oké. Hier is de ingang. We zijn er echt bijna. Dus alle paarden hebben het overleefd. Oké, dus. Max. Welke van jullie is ook weer Max? Oh, en ze breken allemaal. Waar is die andere? Kom hier. Ik zag er maar 3, toch? Of... Wacht. Oh nee, kijk, hier hebben ze alle 4. Oké. Jij bent misschien Max. Laat even kijken. Oeps. Jij bent niet Max, jij bent die snelle. Oké. Dan is die andere Max. Jij mag... Wacht, laten we deze... Oké. De snelle, die doen we hier. Oké. En die geven dan, denk ik, 5 sterren voor snelheid. Want ik denk niet dat we heel veel sneller gaan dan die, dan dat. En deze heeft er... Ja, deze heeft er 9. Dus dit is Max. Die gaat daar. En dan die andere 2. Eén hiervan is geloof ik ook heel snel. Oh, wacht. Ik haal de saddles wel weer even weg. Dan kan ik die ook even testen. Dus dat is gewoon Max. Wat was deze? Ik geloof dat deze ook heel snel was. Ja, deze is ook heel snel. En, oh, we moeten eigenlijk nog even een goede springtest doen met die. Laten we eerst even met deze doen. Dus 2,5. Ja, dat haalt hij. Ik geloof dat deze ook 3 blokjes kan springen. Oké, ja, 3 blokjes. Mooi. En, nee. Wacht, we willen 3,5 testen. Dus dan moeten we eigenlijk hier staan. En, nee. Lijkt er niet op. Dus, deze is ook heel snel. Die doen we hier. En die geeft dan denk ik ook 5 sterren voor snelheid. Ik moet even science craften straks. Ik pak het saddle weer even. En ja, ik heb op dit moment maar 2 saddles. Dus we moeten ze steeds maar een beetje verplaatsen. Saddles. En waar is die andere naartoe? Oké, daar. Ik dacht even dat die weg was. Oké. Zadel. En deze is... Deze is ook best wel snel. Maar we kunnen elk paard snel maken met een speed potion. Dus ja. Oké. Met deze doen we ook even de springtest. Oké. Dat zijn 2,5 blokjes. Ja. Hij haalt de 3 blokjes niet. Ja, 2,5 blokjes. Dus best redelijk.
ook best wel snel. Deze zou ik 4 sterren geven, denk ik. Want ik geloof dat die wel iets langzamer is. En als ze nu gaan breeden, dan hebben we meer stalletjes nodig. Dus ja, we kunnen ze hier, kunnen er hier nog een paar maken. Ja, dus dit moeten we even uitgraven. Even kijken, hoe ver zou dit komen? Oh, precies hier. Precies goed gegokt. Dus dan zouden hier weer nieuwe stalletjes kunnen komen. Zouden hier nog, net zoals hier nog... wacht. Dat zou niet helemaal uitkomen. Dan zouden we hier nog maar 1 stalletje kunnen doen. Dus misschien moeten we dit nog verder uitbreiden. Of we kunnen gewoon... misschien meerdere paarden in 1 stalletje doen. Misschien kunnen we hier naar beneden gaan of zo. Misschien is dat een leuk idee. Maar dat zullen we wel zien. Ik wil deze nog even testen. Oké. Nu zouden we eerst testen voor 3. Ja, dat haalt hij. 3,5. Ik geloof het niet. Nee. Dus dit is eigenlijk niet zo slim van mij. Ik had eigenlijk meteen op de signs moeten schrijven wat ze allemaal kunnen. Want nu moet ik het straks weer opnieuw testen. Dat was echt dom eigenlijk. Oké. Dus ik ga even off-camera de signs maken. En ja, dan geef ik de paarden gewoon nummers. En dan kunnen jullie namen bedenken in plaats van die nummers. Dus dat ga ik even doen. En dan ben ik zo terug. Oké, mensen, ik heb alle paarden uitgebreid getest. Dit zijn de resultaten. Ik zal bij 1 beginnen. Oké. Dit is dus die hele snelle. 1 heeft een snelheid van 5. Kan 3 blokjes springen en heeft 8 hartjes. En 2 heeft een snelheid van 4. Dus iets langzamer. Maar het ligt allemaal eigenlijk heel dicht bij elkaar. Maar dus het zou kunnen dat ik het niet helemaal goed heb. Want ik doe het gewoon op gevoel. Maar het ligt allemaal echt heel dicht bij elkaar. Oké, 2 heeft een snelheid van 4. Kan 3 blokjes springen en heeft 10 hartjes. 3 heeft ook een snelheid van 4. Kan 2,5 blokjes springen en heeft 10 hartjes. Dus ze lijken eigenlijk allemaal heel erg op elkaar. Dus ja, maar best leuk om even te testen, denk ik. En dat we nu ook weer een paar paarden erbij hebben. Oké, mensen, ik wil dus wat golden carrots gaan craften. Want dat is voor zover ik weet de enige manier om horses te laten breeden. Ik weet niet zeker of er andere manieren zijn. Maar ik ga dit nu doen. Want dit is de manier die ik ken. En van carrots hebben we meer dan genoeg. En van gold eigenlijk ook wel. Dus ja, het is niet zo'n probleem om deze te craften, denk ik. Dit is trouwens al het hout wat ik heb. Al dat oakwood. Niet zo heel veel dus. Maar het kost wel aardig wat gold eigenlijk. Ja, dat is niet zoveel. Dus ik moet binnenkort weer in de tree farm een heleboel oak trees gaan hakken. Gelukkig hebben we er net een heleboel van geplant. Maar ja, dit is dus nog het enige wat ik over heb. En we gaan nu dus nog een paar stallen maken voor de paarden. Want ik wil nog een paar gaan breeden dus. En daar hebben we eigenlijk geen ruimte voor. Dat ga ik grotendeels off-camera doen. Oh, dit ga ik ook off-camera afmaken. Dit verder graaf. En ik heb wat leaves bij me. Even kijken, heb ik hier glowstone? Nee, dan moet ik straks even glowstone gaan halen. Want ik wil hier nog ergens glowstone in verbergen. Zodat die torches weg kunnen. Dat ziet er denk ik beter uit als je gewoon... Misschien zeg maar hier in het hoekje glowstone. Daar in het hoekje glowstone. Daar in het hoekje glowstone. Daar in het hoekje glowstone. Is het hopelijk wel goed verlicht. Dus dat gaan we doen. En ja, misschien even kijken waar, als we deze stallen willen, dan zouden we dus hier moeten beginnen met hout. Ik wil eens even kijken of dit zou kunnen. Dus dan zou je hier de muur hebben. En dat vind ik op zich wel goed eigenlijk, want je kan er hier kan je er al langs lopen en dan kan je er aan de andere kant gewoon niet langs lopen. Maakt niet al te veel uit. Dus dan komt deze muur gewoon iets dichterbij, zodat we daar nog 2 extra stallen kunnen hebben. En die 2 extra stallen zijn denk ik wel genoeg voor nu. Maar ik denk dat we toch later meer paarden winnen. En dan kunnen we nog, ik denk in deze richting, misschien naar beneden gaan of gewoon rechtdoor. Verder gaan we als we in deze richting gaan komen, misschien bij de kelder. En dan zouden we daarbij in de weg komen. Dus ik ga eerst nog wat glowstone halen en dan ga ik dit even afmaken.
we hebben hier dus wel een beetje een probleem. Als we deze stalletjes ook aan deze kant willen maken, zou dit dus de muur zijn van het eerste stalletje. En dan zou je hier die leaves hebben, dus dan zou je er doorheen kunnen kijken. En toen dacht ik, zou het niet beter zijn om dat gewoon van glas te kunnen maken? Want dan kan je het beter zien. En ja, want kijk, bij die leaves kan je het zeg maar half zien. Dat lijkt me dan net niet genoeg. En dan kan je denk ik beter glas gebruiken hier. Dus dat ga ik even halen en we zien dan wel hoe dat eruit ziet. Ja, dat ziet er best goed uit denk ik. Alleen is het misschien beter om hier bij de harde clay, omdat het glasbeen daar aan verbindt, om daar dan wel een leaf te hebben. Want als het glasbeen verbonden is, ziet het er wel vreemd uit, vind ik. Bij zoiets als dit. Oké, die kunnen we weer oppakken. Dus dan zou je hier gewoon dat paard wat daar loopt kunnen zien. Dus dat is misschien ook wel leuk. Maar ja, dit is eigenlijk een beetje jammer hoe we dit uiteindelijk hebben gebouwd. Want ja, hier hebben we een beetje een probleem. Kijk, aan deze kant zie je dat je hier de pilaar hebt en dan één blokje terug leaves. Maar hier heb je de pilaar. En dan meteen op dat niveau heb je meteen de leaves. En ik moet hem wel hier plaatsen, want anders is het niet gelijk met dit. Dus ik heb hier iets gedaan om toch een beetje dat na te maken. Maar dan met hier fences en ik weet niet, het ziet er echt niet hetzelfde uit eigenlijk. Dit kan je natuurlijk ook doen, maar dat is ook anders. Dit gaat helemaal niet, want dan zie je dat. Dus ik weet niet echt wat ik hiermee zou doen. Misschien maakt het ook niet al te veel uit. Oké, dus hier zouden we dan weer verder gaan met glasbeens. En we moeten ook even kijken hoe we het hier boven met het hout gaan doen, met de wooden planks. Oh ja, dit was heel erg breed, dus eerst dacht ik, misschien kunnen we hier nog een pilaar tussen hebben. Maar dat kon niet, want dit is 10 blokjes breed en dan is het midden 2 blokjes breed. En dan krijg je weer zo'n ja, lelijke pilaar. Dus ik heb hier gewoon in het midden 2 blokjes closed en verborgen, zodat het toch nog een beetje helder was. En hier moet ik dat eigenlijk ook doen. Zo. Dus het is overal wel verlicht. Nou, hier moeten we nog iets doen, maar we hebben deze trap ook nog niet af. Ook maar met Silk Touch. Dus, dit lijkt me wel goed. Alleen weet ik dus niet zeker hoe we dat hier gaan doen. Misschien is het beter om dit gewoon hout te maken. Of leaves misschien. Oké, ik wil ze wel liever oppakken, want ik heb bijna geen zand meer. Moet ik ook een keer gaan verzamelen. Ja, dat is beter, denk ik. Ja, dat is beter. En dan nou, is dat wel beter? Dus laten we even verder gaan met het hout. Het hout zou normaal hier overheen gaan. Maar dat kunnen we nu dus ook niet doen. Dus dan moeten we het hier overheen laten gaan. En ja, het ziet er allemaal wat minder mooi uit. Omdat het niet echt uitkomt, zeg maar. Dus dat is wel jammer. Even kijken, dit moest hier. Ik denk niet dat dit echt problemen zal veroorzaken met het springen met de paarden. Dit heb ik misschien toch liever hout. Maar nee, dat zou toch niet goed passen. Want dan heb je hier hout en dan weer leaves. Dus ik laat het zo. Ik laat het gewoon zo. En oké, dus het idee is dat je hierboven steeds alleen maar hout hebt, zeg maar. En het plafond doen we waarschijnlijk van wooden slabs. Dus dus ja, het ziet er wel echt wat minder uit. Kijk, we kunnen natuurlijk ook dit hele ding weghalen. Oh wacht, dat zou nog steeds niet oplossen eigenlijk. Nou, zou dat oplossen? Ik weet niet. Ja, ik dacht misschien die van 5 blokjes hoog weghalen. Maar ik denk dat ik het gewoon zo laat voor nu. Dit wordt allemaal grass. Hier, en dat gaat hopelijk snel verspreiden. Dan moet er wel licht zijn. En ja, dan is het tenminste hetzelfde aan beide kanten. Dus ja, het is een leuk project, maar het is een beetje jammer van dit. Dit vind ik uiteindelijk toch niet zo mooi. Dan moeten we misschien maar met dit doen dat het verbonden is. Ja, dat is toch beter. Ja, dus. Oh, het is alweer nacht. Wow, er zijn al aardig wat dagen voorbij. Ik ben hier best lang mee bezig eigenlijk. Oké, dus ik denk dat ik nu even snel die stallen of kamer gaan maken hier. En dan kunnen we gaan breeden, want dat lijkt me wel iets leuks. Oké, ik ben er nu mee klaar. Voor nu in ieder geval, denk ik.
Ik heb dit afgemaakt. Er was hier nog wat meer licht nodig. Dus ik heb hier glowstone in de grond gedaan. En toen heb ik er leaves overheen gedaan. Omdat dat er wat beter uitziet. En toen... het is een beetje vreemd om op één plek leaves te hebben. En dan weer grass. Dus had ik het uitgebreid en ook hier uitgebreid. En dat ziet er wel leuk uit, denk ik. Als het gras overal is verspreid, ziet het er ook beter uit. Hier zijn ook nog wat lichten. Ik heb hier overal hout gedaan. En zoals je kunt zien is dit hok een stuk groter. En dat is omdat je had hier al deze glasbeens. En het zou het vreemd zijn om er geen gebruik van te maken en een groter hok te maken. Dus hier kunnen we misschien gewoon twee paarden in doen. En gewoon twee hele verschillende paarden. Twee paarden met heel verschillende kleuren. Zodat we ze wel uit elkaar kunnen houden met die bordjes. Maar oké, dat was het echt voor het bouwen voor nu. Ik wil er nu een paar breeden, dus... Wat nou als we deze nemen? Ik neem even mee. Dus dit is paard 1. En jullie kunnen nog een naam voor verzinnen. Deze is heel snel en kan best goed springen. En dan nemen we hier even een goede. Ja, dat is deze, want deze kan beter springen. Dus kom maar hier. En dan laten we ze even breeden. En dan krijgen we misschien wel een goed paard eruit. Of misschien niet. Oh, wat is dit? Ga uit die muur. Oké, blijkbaar lukt het niet. Dat was vreemd. Dat is zeker een bug. Dat hij in die muur kwam en toen wilde ze niet meer. Waarom werkt het niet? Ik verspeel al mijn carrots. Oké, nu lukt het geloof ik. Ja, eindelijk. Oké. Kost wat golden carrots, maar maakt niet uit denk ik. Want we hebben een heleboel gold. En carrots. Oké. Hij is dus volgroeid. Welke was het nou? Welke was deze? Oké, 8 held. Oh nee, wacht. Deze is al getemd. Dus dat is hem niet. Wacht. Laten we ze even terugbrengen naar hun dingetjes. Naar hun stalletjes. Anders raken we in de war. Oké. En dat was hem zeker niet. Dan is dit hem. Even kijken. Even mijn hotbar leeg halen. En ja, dit paard is best wel snel. Ik denk dat ik dit 4 sterren zou geven. Het is niet het snelste paard, geloof ik. Maar laten we ook even de springtest doen. Heeft hij die sprong van 3 blokjes geërfd van zijn ouders? Nee. Het is slechter geworden. Oké, ik had hier ook een reactie gezien van de Freezing Peanut. Hij zei dat je waarschijnlijk toch geen beter paard kreeg als je ze breed. Dus ja, dat klopt. We hebben nu eigenlijk het... even kijken, hoeveel hartjes hebben we? 9 hartjes. Dus eigenlijk is hij net zo goed als die, alleen met minder held. Dus, die doen we hier. En ja, oké. Dus het is toch wel een best goed paard. Dus, ook al heeft hij wat minder held, toch nog heel snel eigenlijk. Science. Dit is dan paard 4. Oké, dit is wat ik hem geef. Dus, het is paard 4, jullie kunnen nog een naam verzinnen. Snelheid geef ik 4 sterren. Springen zijn 2,5 blokjes en health heeft die 9. Dus toch een best goed paard. Ik ga even nog een paard breeden met... Ik denk dat ik, als ik deze weer kan gebruiken, ga ik die gebruiken. Maar misschien kan het nog niet, want je moet geloof ik wel 5 minuten wachten. Dan doen we wel een andere. Misschien max met die. Ja, laten we dat doen. Iets minder goede paarden, maar maakt misschien niet uit. Oké. Snelheid 4 heeft hij toch. Max heeft trouwens wel een... Max kan trouwens wel 3,5 blokjes springen. Dat is wel speciaal, want die is de enige die meer dan 3 blokjes kan springen. Dus... Oeh, nee, dit is niet goed. Ja, dit is niet goed. Dit is echt... dit is helemaal niks. Dit had ik dicht moeten maken. Oké, kom maar gewoon hier. Dus, kijk, misschien krijgen we nu wel een paard wat goed kan springen. Dus ja, dat is wel leuk om te proberen, denk ik. Oké, breed. Hopelijk lukt het nu wel. Waarom werkt het soms niet? Ik heb al zoveel golden carrots verspeeld. Ja, oké, daar gaan we. Oh nee, valt meteen hier in. Ik ga denk ik even wat suiker pakken, zodat ik... hem snel groot kan laten worden. Wat doe je nou hier? Hij wil niet mee. Hij wil echt niet mee.
Een lied kan natuurlijk breken. Nou, dat doe ik wel even off-camera. Wauw, hij kon er echt niet uitkomen via die manier. Ik had een trap voor hem gemaakt en allemaal dingen, maar hij kwam gewoon echt niet. Ik snap ook niet waarom. Ik hoop dat hij nu wel naar boven kan komen. Ja, misschien kunnen we beter... Ja, weet je wat? Misschien kunnen we beter gewoon eerst laten groeien. Oeps. Met suiker. Laten we wel ruimte geven, anders gaat hij misschien... komt hij misschien in de muur terecht. Misschien kunnen we hem eerst suiker geven, want dan kunnen we straks op een rijden. En ja, dan kunnen we zelf bepalen... waar die naartoe... dan kunnen wij bepalen waar die naartoe gaat. Wauw, hij heeft wel 11 hartjes. En hij houdt meteen van me, dus geef hem een saddle. En oh, dat is een redelijke snelheid. Niet zo heel snel. Nou, ik denk toch 4 sterren. Laten we een springtest even doen. Haalt hij die 3,5? Ik geloof het niet. Dus hij heeft niet een sprong van 3,5 blokjes van Max geërfd. Dat is jammer. Maar dit is paard 5 en die doen we hier dan wel voor nu. En dan is hij het enige paard daar voor nu. En hier moet ook nog wat meer licht. Oké, dan zijn we daar nu klaar mee. Het duurde echt allemaal wat langer dan ik dacht. Waar ging ik nog verder aan de schapenfarm, maar daar ben ik niet aan toegekomen. Het duurde echt best lang. Dus dit zijn zijn statistieken. 11 health, dat is wel goed. Maar we kunnen natuurlijk ook instant health potions gebruiken. Maar kijk, aan de andere kant kunnen we ook gewoon speed potions gebruiken om ze sneller te laten gaan. En ja, dan gaan ze echt heel snel. Dus ja, nu ga ik nog even naar de tree farm. Even de nieuwe abonnees bomen geven. En dan ga ik de episode echt afsluiten. Oké, vandaag hebben we weer een paar abonnees erbij. Niet zo heel veel als de vorige keren, maar het zijn er toch altijd weer een paar. En ja, alle kleine beetjes helpen eigenlijk. Dus, oké, laten we gaan beginnen. Oké, als eerste hebben we Dennis Holubek. Dennis Holubek, heel erg dank voor het abonneren. En dan hebben we Noel Joliffe. Of ja, ik weet niet hoe je dat zou uitspreken, maar Noel, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Giel Sleumer. Giel, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Justin Volkert. Justin, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Killer Games. Oeps. Killer HD Games. Belgium. Killer HD Games, heel erg dank voor het abonneren. En dat waren de abonnees voor nu. Dus ja, ik denk dat dat echt alles was voor deze episode. Ik wil in de volgende episode echt verder gaan aan de sheep farm. Ik weet niet of we hem vanaf hier kunnen zien. Het is meer die kant op eigenlijk. En ik wil meer hout halen, want ik heb echt zo ongeveer geen oakwood meer. En ik heb hier zoveel bomen om te hakken, dus ja. Ik ga een heleboel hout hakken en in de volgende episode gaan we verder aan de sheep farm. Dus ja, dat was alles voor nu. Tot de volgende episode.